Kreeg je, heb je wat foto's meegenomen van het paleis en van de directe omgeving hiervan. Ja, het is weer een hele stapel geworden, dus er zullen weer een paar afleveringen worden. Dat zit er wel in. Wat is de eerste? Kijk, hier hebben we een hele oude, dat is van een, je ziet het, is van een gravure. Het paleis, je ziet hier ook staan, het paleis van voor 1815, dus dat nog zonder vleugels. Het hoofdgebouw is nog exact hetzelfde, alleen die stoep die je hier ziet, dat is nu dan een half ronde stoep geworden. Ja, en bovenop, hè? Met 16 treden. En wat je hier nu ziet, dat noemen we de vismarkt. Dat stuk wat erboven, waar de vlag op staat, die was er hier dan nog niet. Maar verder is het allemaal nog exact hetzelfde. Ja. En die vleugels zijn dan pas na 1815, na de Franse tijd, zijn die vleugels eraan gekomen. En wat is het hier? En hier de stallen. Hier hadden we vroeger één hele grote toegangspoort. Die staat precies in het midden. Je ziet het hier voor het paleis. Met het gezicht. De Willemlaan op, zo heette die vroeger. Wat nu dan de Koningslaan heet. Hier heb je dan vroeger, had je links en rechts de stallen staan. En die zijn na die verbouwing, dus nadat die vleugels eraan gekomen zijn, zijn die stallen, die zijn toen naar de overkant van het paleis gegaan. Maar hier was dan vroeger een hele grote toegangspoort, zoals u ziet. En we komen er aanstonds wel meer tegen. Nou, ik heb ook een verhaal gelezen dat de bedoeling was daarom dat er water kwam en dat je met een boot naar de Eem kon varen, toch? Naar de Zuiderzee? Ja, de bedoeling was toen de tijd, toen prins Hendrik, zogenaamd bijgen de zeevader, die toen met de aanleg van de spoorlijn in 1873, toen heeft hij het verzoek gedaan om een speciale aftakking hier naar het paleis. Maar zijn broer Willem III, die zei van, dat gebeurt, of ja, zijn broer, die zei dat gebeurt niet, want ik heb geen spoorlijn naar mijn paleis in Apeldoorn. Dus dit is niet doorgegaan, maar het is toen van hem wel een aanleiding geweest om een lijn aan te leggen van het station Apeldoorn naar het Loten. Ja. Maar die stallen zijn toen naar de overkant gegaan. En hier hebben we dan ook nog het duik van een gravure. Hier zie je dan duidelijk nog links en rechts de stallen. Die grote toegangspoort. En met het paleis op de achtergrond. Toch lijkt het heel anders zo, hè? Ja, dat is maar het net. Ik zeg, dat komt hier door die voorkant, hè? Ja. En hier hebben we dan een hele oude foto ook. Die is dan ook van voor die tijd. En hier zie je dan, vroeger was het allemaal die tuinen in de Franse stijl. Die zijn na 1815 is dat in de Engelse stijl gegaan. Dus de tuinarchitect Zogger heeft het aangelegd. Dat is wel zo'n kundig iemand geweest. Want als je achter in het park komt, dan zie je wat daar allemaal voor beplanting staat. En jij hebt er gewerkt, jij weet het. Ja, ik weet er wel iets van. Maar het enige wat je hier nog van terugvindt, dat is hier dit gebouw. Wat dan hier naar rechts staat, wat jaren de kantoren zijn geweest. Je ziet het hier ook. En er staat er hieronder nog in het Oud-Hollands schrift, de boswachterswoning gelegerd in de diergaarde. Nu beweren ze wel weer, het is een boerderij geweest, maar ik heb er ook nog heel veel dia's van genomen toen de tijd, toen met die verbouwing. Heel in die entourage, daaronder lijkt helemaal niks op een boerderij. Wat moet ik met die diergaarde voorstellen, een soort kinderboerderij? Het is vroeger geweest, nu loopt die Rijksweg, die loopt hier. Vroeger liep die vanaf Trier zo schuin om, liep die achter de werf om. Dus hier achter het eerste pad, hier links. Dat was vroeger de weg naar Amsterdam toe. Je kan het nog aan de bomen ook nog zien. Er staan hele zware eiken van zo wat een meter doorsnee. Die dateren allemaal nog uit die tijd. Maar dit is echt nog een. Je ziet hoe die tuinen dan vroeger waren. Kijk, en hier kijken we dan. Vanaf het paleis, dus vanaf de stoep, heb je die grote poort en heb je dan links en rechts de stallen staan. De fondering van die stallen zit er nog steeds onder het gras. Die zijn we er voor een 30, 35 jaar geleden één tegengekomen, moest de waterleiding aangelegd worden. Maar toen de tijd geen mens, ja in Den Haag wel, maar hier wist geen mens dat er stallen gestaan hadden. Totdat ik naderhand die rare gewoonte kreeg om kaarten te gaan versparen. Maar je ziet een hele grote toegangspoort was dat, hè? Kijk, en hier hebben we dan de stal. Dit is aan de Barendse kant. Je ziet hoe groot die waren. Hier zie je nog zo'n pilaster van die toegangspoort. Dus dit is aan de Barendse kant, want we praten altijd over de Barendse kant.
en over de Zoesterkant. We hebben over de Barendse Vleugel, dat is dan het woongedeelte van de familie. En links, dat is dan de Zoesterkant, dat zijn de secretarieën. Kijk, en hier hebben we dan die grote stal die aan de Barendse kant stond. Ja. Het staat allemaal nog in het Oud-Hollands schrift eronder. Kijk, en hier hebben we dan, precies, staat er ook weer, dit huis wat er dan nog net zo staat. Het is dan verbouwd. Hier, toen de tijd waren het, hebben ze het, was 4 woningen. Naderhand zijn het er 6 geworden. Is hier een gravure of zo? Dit is van een gravure. Ja. Die bevindt zo ook in het Koninklijk Huis of hier in Den Haag. Maar hier is dan die weg. Maar het was gelegen in de diergaarde. Want ze hebben toen de tijd die manie gehad. Toen had die stadhouder, die had het circus opgekocht. Daar hebben ze allerlei beesten hier op Soestdijk gehad. En dat staat er ook duidelijk onder gelegen in de diergaarde. Maar deze kop van dit huis wat je hier ziet, dat die raampjes, alles is nog exact hetzelfde. Die kozijnen hebben we alles een keer vernieuwd. Ja. En dan was het zo vroeger, toen was het niet zo rustig hier aan het paleis zoals nu. We weten allemaal, dat hebben we nog wel geleerd, ook elk land bevocht elkaar. Ja, prinsgezinden, ja, patriotten, alles meer. Het was toen de tijd, het is een blauwe maandag geleden, 27 juli 1787. Toen deed die patriot uit Utrecht, die wilde toen de tijd zijn naar Baren gekomen. Hier naar het paleis staan met de bedoeling om het leeg te roven. Toen de tijd was het nog van stadhouder Willem IV. En dat paleis, dus dat hoofdgebouw wat je nu net zag, dat werd toen de tijd verdedigd, nu zou je zeggen een vreemdelingenlegioen. Dat was 80 man en die stonden onder leiding van een Hollandse kolonel, kolonel Van Erpel. En die bewaking, dat waren hoofdzakelijk Duitsers en Belgen. Toen kwamen op die bewuste nacht, kwamen die kloppers, of die patriotten, ik heb die woord kloppers nog steeds in mijn hoofd, die kwamen naar Soestdijk dan met de bedoeling om het leeg te roven. Op de hoek van de Biltse weg dan, daar stond toen de tijd een van die schildwachten, Christoffel Pulman, dat was een Duitser, die stond daar op wacht. Toen die lui met die, ze zijn met 6 platte wagens naar Soestdijk gekomen, toen die eraan kwamen, toen heeft hij in de lucht geschoten. En door zijn schot is die wacht die op dat, over in die zolder sliep, die zijn gealarmeerd. En toen die lui dan, ze hebben, Pulman hebben ze gelijk gefusilleerd daar op die hoek. Daar is die naderhand, of die de begraven is weet ik niet, maar er is toen wel een monument voorgekomen, wat er nou nog steeds staat. Maar toen die lui dan hier voor die grote toegangspoort kwamen, zoals je net zag, toen werden ze allerhartelijkst ontvangen. Kijk, dat zie je hier ook. Ja. Gevechten op Soestdijk en ook de data, alles erbij. Hier heb je dan die grote toegangspoort, een van die pilasters. Hier op de achtergrond, die rook, het was natuurlijk vroeger allemaal voorlaaiers noemden ze dat, hè? Daar heb je wel eens van gehoord. Ja. Maar kijk, en hier hebben we er dan ook nog één. Ook, dit is dan de stal aan de Barendse kant. Je ziet gevecht op Soestdijk. En ze zijn gevlucht via de oude weg naar Amsterdam, dus niet terug naar binnendoor naar Utrecht. Over Eemnes, Laren, Blaricum, Huizen. En zo zijn ze uiteindelijk weer via Loenen weer in Utrecht teruggekomen. Ja. Maar ze hebben 16 doden hebben ze hier achtergelaten. Ja, er is een monument opgericht voor Pulman. Ja. Maar die heeft eerst naast het paleis gestaan. Hè? En die is later verplaatst naar de overkant. Hier is toen de tijd is daar een monument gekomen. Kijk, hier heb je een hele mooie. Die is ook van de gravure. Ja. Die bevindt zich in het Rijksarchief. Hier zie je in het zuiden staan, hier heb je dan de Praamgracht lopen. Dit is de brug van de weg nu. Die zie je, het is allemaal nog vlak. Dit was toen de tijd een houten schot. En er zat echt een doodsbeender en een doodshoofd zat erop. Dat hele is een rode jaren, maar het is in 1937 is dit vervangen door een hardstenen sokkel met zo'n bronzen soldaat erop, ja. Pulman. Dat is daar in 1937, dat is toen nog onthuld, toen de tijd door prinses Juliana. En toen stond hij nog steeds op de oude plek. En hij bleef altijd staan op die hoek, maar in 1937 dan is er dan het nieuwe gekomen. Maar totdat hij voor 25 jaar geleden, toen is die hele kruising is gerenoveerd, als ze nu daar weer van plan zijn, ja. Toen moest Pulman weg. Die is toen naar de overkant gegaan, waar nu de parkeerplaats is, hier bij het paleis. Daar staat hij dan nog steeds. Ja.
Maar hier zie je hoe het dan echt heel vroeger was. Dit is ook een hele unieke hier die je ziet hoor. Ja. Trouwens die je zo net zag ook. Er hangt hier een krans. Het was zo vroeger, toen kwam er elk jaar op zijn sterfdag, dus 27 juli, kwam er voor de Margeuse, werd daar een krans opgehangen. Elk jaar vast. Dat ging van de Margeuse uit. Ja. Alleen de laatste jaren is dat verwaterd, dat gebeurt nu niet meer. Maar je ziet hier is dan, met elk jaar kwam daar zo'n krans. Kijk, hier heb je nog weer hetzelfde. En hier kijk je dan weer zo de kweek in. En dat is hier aan de overkant? Nee, dat is ook daar op die hoek. Ah, ja. Op de brug, waar de brug is. Dus hier ga je zo naar Baren toe. Hier, deze is genomen vanaf de Biltseweg. Daar heb je de Praamgracht. En wat je hier ziet is een bollenhok, dat staat er nog steeds. Het was vroeger zo, in 1937, met het huwelijk van de prins en de prinses. Toen hebben ze duizenden rodo's en azalea mollen gekregen van die kwekers in Boskoop. Die konden ze aan de straatstenen niet kwijt, dat was in die crisistijd. Toen hebben ze de duizenden als huwelijkscadeau gegeven aan de familie. Die zijn toen aangeplant, toen hebben ze allemaal halve cirkels gemaakt. Hier vandaan tot aan de naald toe. En de ene rodo's en wit en blauw. En om en om, dan was het azalea mollis. Dat was een prachtige lanefijn, dat zie je hier soms wel. Dat rook was zo lekker altijd, ja. En die zijn toen aangeplant, toen de tijd door de werklozen, onder leiding van Leersum. Die beweet, ik al eerder verteld. Want voor die 8 gulden die ze kregen, kregen ze niet zomaar. Nee, daar moest er nog wel wat voor gedaan worden. Maar die hebben de jaren, hebben die rodo's en uiteindelijk in de oorlog is het verwaarloosd. En toen zijn ze allemaal, wat er nog over was, is achter het paleis gekomen, maar dat was haast niks meer. Nee, er ligt haast een grind meer, dat hadden we het net ook over. Er lag een hele berg grind. Want je kon haast niet fietsen. Elk jaar kwam hier van Soestdijk, want hij was van Soestdijk, nu is het dan van de staat, kwam er elk jaar weer aan, hoor, kwam er 25 kuub grind, gooiden ze er weer bij. Ja. Het was ongeveer een meter of 3,5 breed was die. En verder was het dan links en rechts, waren dan allemaal die wat we net over hadden, die rodo's. En die lindenbomen natuurlijk. Ja. Toen ik op Soestdijk kwam, dat is nou weer 60 jaar geleden ruim, toen was dat nog hele kleine boompjes nog. Mooi zicht toch, hè? We lopen eventjes naar de hoek. Wat kom maar. Ja, nu gaan we de kant van de brug op. Ja. Er is een stuk van de boom uit nog, dus vanavond appels en vieren. We waren nog mee bezig. Nou, dan zullen we hier maar even gaan zitten. Ja, oké. Want we hebben hier nog wel een of ander te vertellen. Hier op de hoek. We zitten hier dan op de hoek van de splitsing van de Praamgracht, Biltseweg, Amsterdamse Straatweg. En hier hebben we dan een oude van een ansichtkaart, hier zie je het. Hier rechts zie je nog dat hek van Pulman, wat daar dan precies waar ik nu op wijs bestaan heeft. Dus precies op die splitsing van de Biltseweg. En wat je hier ziet, er stond een huis daar op die hoek. Dat werd altijd gezegd, dat was een tolhuis. Is dat hetzelfde huisje wat nu bij de jachthuislaan is? Wat verplaatst is. Ja. Dit was zo, werd altijd beweerd, dus dat was een tolhuis. Nou, dus zo was het niet hoor, want toen de tijd, toen Willem II met Anna Paulowna op Soestdijk woonde, die hebben toen 3 zoons gekregen en een dochter. Anna Paulowna die heeft voor die zoons dan, voor Willem, Hendrik en Alexander, 3 jachthuizen laten bouwen. Exact hetzelfde hoor. En deze die hier op aan de hoek stond, die was voor Willem. Achter het paleis staan er nog steeds 2. Die was dan bestemd voor Hendrik en Alexander. Die zijn er nog. Die staan er ook allemaal nog. Alleen deze, omdat die weg verbreed moest worden, is die verplaatst. Nou staat die een stuk terug, nou staat die, dat heet nu de Jachthuislaan. Daar staat die nou nog steeds. Ja, maar hier heb je echt zo. En deze weg die er dan vroeger was, dat is naderhand een fietspad geworden. Toen is er een nieuwe betonweg naast gekomen. Want die weg die liep strak hier langs dit huis heen.
En nu is deze hele weg, is dan, die weg is weg, zeggen ze wel. Ja, maar ja. Nu is dan de Raadhuislaan is daarvoor gekomen. Maar je ziet hoe, ja, hoe het dan vroeger was. Hier hebben we diezelfde hoek die je hier ziet. Hier zie je dan Pullman duidelijk. Ja. Hier heb je dan de Praamgracht. En hier heb je weer die afscheiding van dat huis wat we zo net zagen. En hier heb je dan, dat is ook een hele mooie, hier kijken we dan ook de Biltse weg op. Ook weer met dat huis dan wat op die hoek stond. En die rij huizen die hier staat, dat waren dan de arbeidershuizen voor het personeel van de werf. En de rechtse daarvan, dat was dan de timmermanswoning. Daar had ik er nog in gemoeten, maar dat heb ik dan maar niet gedaan. Kijk, en hier heb je nog weer diezelfde hoek. En wat je hier ziet, dat waren naderhand 3 woningen, maar dat is vroeger de stal geweest. En die stal zal ik je vertellen. En fijn, dat zie je aanstonds ook nog wel. Hier zit ook het fietspad, hè? Dat is toen het fietspad, maar dat is later geweest, hè? Ja. Maar dit waren dan de arbeiderswoningen van Soestdijk. En dit was dan die huis, dat Willemhuis. En hier waren de stallen. Want je ziet aanstonds wel met die foto, waar we hier zo op kijken. Dat is Villa Buitenzorg. Niet te vergelijken met Buitenzorg, want in Baren had je er nog 2. Ja. Aan de Malielaan en 1 aan de Amsterdamse Straatweg. Maar het was zo, die villa, die is toen de tijd is die gebouwd door een hofmaarschalk, Jonkheer van Wede. Daar is de Van Wedestraat in Soest nou genoemd. En die heeft toen ook die stallen laten bouwen hier ook. Wat daar naderhand 3 woningen zijn geworden. Hier staan we dan ook weer op de hoek. Op de oude hoek, de oude bruchten. En richting Soest. Dit is dan de Praamgracht. En hier hebben we dat bekende hotel wat er dan vroeger geweest is. Hotel Trier. Was elke zaterdagavond was daar, als het goed weer was, was daar dansen en zo. En dat stond bekend om de kwast. Dat is dan een bepaalde citroendrank. Ja. Die was soms wel bekend. Mooie terrassen buiten. Ja, maar van de kijk. En hier hebben we ook voor Trier. Dus het is nog grondgebied van Baren, want Baren, de grens, die zal ik zo wel vertellen. Ja, ik wou zeggen, waar ligt die nou precies? Die zal ik je zo vertellen, laten zien. Kijk, en hier hebben we ook nog de padentram. Ja. Die liep toen de tijd van het grote spoor in Baren naar de oude kerk in Soest. Ik heb er nog een tramkaartje van, wat dat toen de tijd kostte. Ja. Naderhand moesten ze moderniseren, toen hebben ze van Messing een oude theefort ervoor gezet. En dat is werkelijk gebeurd hoor, wat ze toen al verwachten, maar dat ging veel harder en ze hadden wissels hier zitten. En als het dan ging te hard en vaak, dan ging die bij die wissels, ging de tram ging die uit de rails. Dan moesten de mensen uitstappen en er eerst weer inbeuren en dan ging het weer verder. Maar hier zie je duidelijk de paardentram zoals die dan vroeger hier langs heen ging. Kijk, en hier heb je ook een hele mooie nog van Trier. Dat is gewoon dat hier dus wat paard. Nee, dat hier ga je naar Soest toe, hè? Ja. Dus waar wij nu zitten, daar stond hij daar al. Kijk, dat was Hotel Trier. Kijk, en hier zie je hem nog helemaal. Dit is helemaal een duidelijke overzicht. Hier ga je naar Utrecht. Hier heb je naar Soest, de Praamgracht, en hier heb je dan Trier. U ziet hoe smal dat vroeger was, die brug. Mooi daar nu zien. Kijk, en hier heb je ook nog weer een hele mooie, de driesprong noemde. Driesprong staat erop. Ja, dat noemde, ja. Het is natuurlijk maar zo, elke die kaart uitgaf, die gaf hem maar een naam, hè. Die is van 1907 deze. Kijk, en hier heb je dan wat ik nou net zei, dat het zo bekend was. Ja. Was een prachtig terras. En dit was dan dus op de hoek hier van de Praam. Ja, dat heet ook Praamgracht, die straat. Dit is de Praam, maar dat ook. Daar was het. Daar had je ook nog vroeger een tennisbaan had je daarnaast. Kijk, hier heb je hem helemaal nog weer duidelijk. Ja, dat is groot hoor. Kijk eens. Hier kijken we naar richting Soest. Het heeft jaren leeg gestaan en toen heeft die Soest de Jeugd erin gezeten in de half vernieuwd. En toen hebben ze het Hotel Triest. Met grote letters stond het erop. Met teer.
hadden ze dat erop gezet. Triest. Hier staan we dan op die brug, dus op de oude brug dan van vroeger over de Praam. We kijken hier op deze kaart, kijken we richting Paleis. Dus hier heb je dan die brug met de lantaarnpaal in de midden. Maar wat je hier ziet, die rails, dat is van de paardentram. Dus hier heb je die beuken of die eiken die voor het paleis gestaan hebben, die zijn allemaal weg. Omdat het die weg is, die situatie is heel anders. Maar hier heb je dan de kweek, dus achter ons is dit. Hier heb je dan de Praamgracht, die loopt hier onderdoor, waar wij nu op zitten. En hier heb je diezelfde brug. Ook weer met de paardentram, die komt eraan hier ook. En hier hebben we op de achtergrond hebben we Trier. Dit is dan die Amsterdamse straat, wat er nu zo druk is. Maar wat je hier ziet, dit is de Malle Jan van Soestdijk. En wat is dat? Dat is het, nee, de Malle Jan. We hadden op de werf een eigen zagerij ook. En al het hout wat wij verwerkten, kwam allemaal uit de bossen. Maar het is, vroeger was het zo, een boom die gerooid werd, die we dan goedgekeurd hadden om te zagen, die gingen jarenlang gingen ze de Praamgracht in, dat noemen ze wateren. Met de kop, met de koon tegen de stroom in, want die Praamgracht, ik heb dan al die jaren, ik heb nog nooit meegemaakt dat die één keer bevroren is, want er zat altijd stroming in vanuit het Soesterveen. Hè. Maar dan hadden we bij ons, dat was Van Hattem, dat was de voerman, hier komt hij met een boom eronder, gaat hij naar de werf toe. Oh ja. En daar werd hij dan gezaagd en hadden we daar een speciale zager, Hoogste Kruif. En voor die tijd Meijer. Maar hier zie je, dat is dan hier op de weg, hier is die vlakbij bij het paleis. En dan zie je, moet je nou die drukke weg hebben. Ja, hier zie je op die rails. Kijk, hier staat het dan op een zondagmorgen. Ook weer die tramrails. Hoe gemoedelijk het allemaal ging dan, en zo rustig. Heb je iemand te zien? Geen mens. Ja. Kijk, en nu hebben we dan die grote villa, waar we nu op kijken, dat was ook villa Buitenzorg. We hadden dan in Baren hadden we nog twee buitenzorgen, één aan de Malielaan en één aan de Amsterdamse Straatweg. Maar nu is het zo, deze villa, die is toen de tijd voor Jonkheer van Wede heeft er dan gewoond, maar de villa zelf staat op gebied van Soest. De Serre is Baren. Die rivaliteit die er vroeger altijd was tussen Baren en Soest, dat liep niet alleen onder Jan met de pet. Nee, dat liep echt hoog op hoor. Het was vroeger zo, Baren had dan een eigen gasbedrijf. En Soest had niks, die had alleen een gashouder aan de Lange Brinkweg. Het overtollige gas van Baren of Amersfoort, dat ging dan naar Soest. Maar ze hadden het bij bedongen, Baren mocht geen gasmeters in Soest plaatsen. Toen heeft de gemeente Baren heeft die gasmeter hier in die Serre gezet. Op Barends grondgebied. Dus met, daar moet je zelf maar uitzoeken wat je ermee doet en waar je ermee blijft. Maar die heeft, ik weet niet of die nou de laatste jaren weg is gegaan, nou het in andere handen is. Maar ik heb het al jaren meegemaakt dat altijd die gasmeter hier nog in die Serre stond. Er was vroeger een rivaliteit tussen Baren en Soest. Ergens speelt het nog. Want ze zeggen wel eens het mes op tafel, want bij mijn vader in de Oosterstraat hebben ze nog eens een kozijntje daar doodgestoken. Ook alleen maar om een meisje hoor, voor die rivaliteit. Maar het was zo, dat was al heel gauw bekend dat ze getrouwd waren, dat er gezinsuitbreiding zou komen. En dat was gepland half januari. Ja. Nu heeft die gemeente Baren, die wilde dan echt laten tonen dat het Baren was. Die hebben toen de tijd een brug laten spelen, dat was weer een bak. Met de naam het Prins erop. Het bord lag half januari klaar, maar ruimte gehouden. Ze wisten natuurlijk niet of het een jongen of een meisje was. Toen ze dus morgens om 10 uur hoorden dat het een meisje was, toen hebben ze er weer een prinsesje van gemaakt. Toen zijn ze, ik heb er nog foto's van ook, dat ze met de handkar hier naartoe komen met het bord. Toen hebben ze dat precies op de scheiding. Precies. Kijk, je kan het hier nog zien. Echte scheiding. Het was zo, hier hebben ze 3 deuren tegen elkaar aangezet, want daarachter staat Soestdijk. Dat mochten ze niet weghalen, want dat was van het Rijk. Daar hebben ze de deur omheen gezet, dat je het niet kon zien. Hier hebben ze hem gespijkerd aan die lindenboom die hier voor Trier stond. Aan de andere kant een stok in de grond gegraven. En toen in Baren is een prinsesje geboren.
Dat liep zo hoog, die Soesterers jeugd, die hebben dat bord er 3 of 4 keer afgehaald. De gemeente Timmerlui, die hebben het er weer aangemaakt. Maar waar loopt de grens nou precies, Kees? Want je zegt net, die villa, de serre was in Baren, de villa zelf dus tot in Soest. De grens... Hoe loopt het nu precies? De grens die je ziet van de villa waar je nu tegenaan kijkt. Ja. Dus als je ervoor staat, heb je rechts die serre. Ja. De villa zelf die staat op Soest. Ja. En de serre in Baren. Ja. En aan Trier, dat was ook en Baren. Trier was ook Baren. En daarnaast had je die hele grote villa, waar nog zo'n diamantslijper in geweest is. Ja. Dat was Soest. Ja. Net als deze hele rij hier aan de Praamgracht, ja, die huizen. De Praamgracht is Baren, dat weiland daarnaast ook al een ook, stuk. En die huizen is ook nog een gemeente Baren. Ja. Oh ja, daar heb je van de Praamgracht. En hier hebben we dan de Praamgracht. Dus hier vanaf de brug kijk je zo richting Torenlaan. Die is van 1903. Maar hier die hele Beukenhaag, dat is nog maar een klein stukje van over. Verder, maar vroeger liep dat helemaal door. Ik weet nog eens kind zijn, want wij gingen er ook wel appels halen. Die appel- en perenbomen liepen helemaal door het aan de Torenlaan toe. En dat heb, die verhaal heb ik toen de tijd van Quint gehoord. Want die is heel voordat hij in 1918 naar de gemeente kwam, heeft Quint op Soestdijk gewerkt. Dus die heeft die hele situatie. En die heeft me daar ook heel veel van verteld. Maar verder is die weg. En de praam, dat is allemaal exact hetzelfde. En hier hebben we ook hele bijzondere foto's. Dat was in 1945 bij die overgave van, door de Duitsers, toen ze gecapituleerd zijn. Toen hebben ze hier alle militairen hier, die hier in de omgeving lagen, die hebben hier alles in moeten leveren aan de Praamgracht. Wat nader aan het voetbalveld is geworden, maar het is nu allemaal nog grasland. Er lagen oppers, helmen, als hooibergen en alles en alles. De fietsen moesten ze daar weer afgeven, er stonden weer duizenden fietsen. Maar ze kwamen hier voor Hotel Trier. Ik zie ze nog aankomen, want dat was afgezet. Maar wij hebben een speciaal een papier ervoor dat wij hier mochten komen, omdat je op Soestdijk was. Dus ik zie nog hele rijen van bussen, maar overal kwamen ze vandaan. Moesten ze, liepen ze aan die kant, moesten ze hier oversteken. En je ziet het hier ook, dat waren Engelsen die er toen aan in beslag namen. Hier werden bepaalde dingen werden van die Duitsers afgenomen. Ik ben er niet bij geweest, maar de ene zei horloges en geld. Maar dat weet ik niet, daar ben ik niet bij geweest. Nee, in ieder geval de wapens. Nee, de wapens die gingen ze mee en dan werden ze de Praamgracht, dus de Biltse weg, moesten ze op. En daar moesten ze alles inleveren. Kijk, want hier zie je nou duidelijk, dus dat huis op die hoek. En hier marcheren ze dan, want ik blijf zeggen tot aan de laatste dag, jongens, er zat wel zo'n geest in. Ja. Hier gaan ze dan de Biltse weg op en daar moesten ze alles inleveren, maar dat ging. Maar hier gooiden ze het al van zich af. Ja. Je ziet het, hier heb je die rijen huizen staan, die daaraan gestaan hebben. Hier gooiden ze, begonnen ze het al weg te gooien. Maar er is toen verschrikkelijk veel in die Praamgracht gegooid, want ze gooiden het maar van eraf. Naderhand hebben ze van de Heidemaatschappij na de oorlog hebben ze die Praamgracht uitgebaggerd. Kijk, en dan zie je zelfs nog, dat is ook op de Biltse weg, zo keurig nog in het gelid. Het was heus wat dat betreft, wat je hier nog ziet, geen verslagen leger. Kijk, en hier had je het ook. Dat was toch een andere vertoning als dat ze binnenkwamen. Dus dat was dan hier op de Biltse weg. Kijk, en dan komen we hier ook voor het paleis. Echt voor het paleis, hoe het dan vroeger was met al die beplanting. Hier zie je 2 vlaggen staan. Het was zo normaal, staat er altijd 1 op. Ja. Maar vroeger, nu is dat dan, nu Trix koningin is geworden, nu zijn al de statiebezoeken, die zijn in Amsterdam. Maar vroeger gebeurde 9 van de 10 gebeurde het op Soestdijk. Het was zo, dan moesten we die vlaggenstok die er middenop staat, die moesten we het paleis in laten zakken. Er zijn 2 aparte stokken, die liggen boven. En die ziet ze hier staan. En dan was het de Soesterkant, was voor de standaard van de familie. En aan de Barendse kant, dat was voor de bezoeken. Dus er kwam altijd, hier zie je ze duidelijk staan. Ja. Maar hier zie je al die planten, zoals die agaves en alles, dat is allemaal nog in oranjerie. Alleen ze hebben natuurlijk niet meer die, zoals je hier ziet, dat uiterlijk vertoon zoals dat vroeger was. Hè. Kijk, dat is ook een hele mooie. Zie je, zo was het toerisme vroeger, ze kwamen op de fiets. Ik vind het wel, wat hebben jij? Zie. Kijk, en hier hebben we dan, dat is dan ingenomen.
met het défilé. Maar hier zie je dan duidelijk, dit is dan een luchtfoto, hoe dat achter het paleis is. Hier heb je dan de vijver en hier heb je dan de vleugels. Als je er zo voor staat lijkt het zo imposant en groot, maar in werkelijkheid zijn, dat noemen we de kolonnade hier ook, die zijn maar één kamer diep. Dus het zo groot is het niet hoor. Kijk, en hier staan we dan precies voor het paleis. Hier ga je het hek in en hier heb je dan die huizen aan de overkant. Maar je ziet allemaal dat zware geboomte wat er vroeger was. En nu, kijk eens die we hier nu hebben. Ja. Dat is ook echt een unieke. Toen ik op Soestdijk kwam, toen lag er al dat bord wat je hier ziet. En daar staat op, deze laan is verboden voor alles behalve voor wandelaars. Dat lag in de houtloods, de nieuwe loods noemden we dat. Maar we wisten nooit waar het gestaan had of wat ook. Totdat ik deze aanzichtkaart in handen kreeg, toen zag ik waar het gestaan had. Maar nu waarvoor? Toen ben ik naar Jan Hillos gegaan, dat was een gepensioneerde metselaar. Ja, die was toen de tijd ook al zo'n 100, die woonde in Amersfoort. Ik zei, Jan, vertel jij mij nou eens, hoe is dat gegaan? Toen zegt hij, Kees, het was zo vroeger. Hij zegt, Willemien die liep daar te wandelen. Met Julianus klein meisje, toen is ze aangereden en toen moesten er alle minuut moesten er twee van die borden gemaakt worden. Hier één voor het paleis en één bij de Ranjeboom. Ja. Naderhand is het dan weggegaan, maar dat bord toen ik dat verhaal hoorde, toen vroeg ik aan de intendant, toen was toen de tijd meneer Van Dijk van het Velde. Ik zei, meneer, sowieso is de situatie, maar hoeven wij dat bord hebben bij de historische kring? Hij zegt, van de steken had je, ga maar. Dus dat bord hebben we nu. In de kel, dat is er onder het gemeentehuis. Ja. Onder het gemeente, onder de bibliotheek. Ja, ja, ik heb nog ook. Ik heb nog. Ja. Ja. En hier hebben we dan, zo echt nog als het in de volle glorie was, die huizen staan er dan nog net zo. Die trap die is er nu weer gekomen. En hier was vroeger dan het kantoor van de intendant. En daar had je ook een postkantoor in zitten. Ja, met een mooie brievenbus ervoor. Ja, ja, kijk. En dat postkantoor, hier zie je hem. Deze heb ik toen de tijd gekregen van Jaap de Ruig. Dat was Jaap de Ruig, dus die schilder. Ja. Die zijn vader, die was aan de post in Baren. En toen moesten ze met de handkar moesten ze die post brengen van Baren hier naar het paleis toe. Maar dat postkantoor, dat is in 1890. Toen is koningin Emma, die is dan regentes geworden. Willemien, die was nog geen 18. Toen is daar het postkantoor ingekomen. En u ziet, dat waren die twee ramen. En toen is daar een rode brievenbus geplaatst. Ja. Ze had een hekel aan rood. Toen is die op haar verzoek is die groen gespoten. Dus net als die luiken of die storen, hoe je het noemen wil. Hij staat er nog steeds als curiositeit. Alleen hij is niet meer te gebruiken, want de gleuven zijn dichtgelast. Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Maar hij is, het postkantoor is weggegaan. Nadat de koningin toen de tijd afgetreden is. En nu hebben we daar, zijn er woonhuizen van gemaakt. Dus die hele rij zijn nu woonhuizen. Ik dacht dat we hier nou wel zo'n klein beetje het paleis hadden bekeken. Dacht ik ook. Ja. Volgende keer nemen we dan, dat is ook in de oude doos, dus die hele buurt die gesaneerd is. De vroegere Elisabethstraat en de Dijkweg, Johannelaan. Daar zijn nog heel veel plaatjes van. Er zijn nog veel mensen die hebben heel gedaan. Veel, ja, er is ook verschillende keren gevraagd. Ja. Dan nemen we die buurt dus onder andere. Ja. Ja, dat is